Hoi, welkom bij Hockeyfood. Ik ben Arjan en vandaag neem ik je mee in de clubspecifieke omgeving van Hockeyfood. Misschien heb je het al gezien, de app is compleet vernieuwd. De leerlijnen zoals je die kent, die zie je eigenlijk nog steeds. Het paarse blokje geeft aan welke week het is. De zwarte blokjes geven aan dat dat een vakantieweek is en dat er dus geen trainingen beschikbaar zijn. En de groene blokjes geven aan dat dat een trainingsweek is, hoeveel trainingen er beschikbaar zijn en hoeveel oefeningen daarin te vinden zijn. Verder vind je de onlangs toegevoegde filmpjes van het Netflix gedeelte. En als je verder naar beneden scrolt, dan kom je alle genres tegen met alle series die daarin zitten, die in Hockeyfood staan. Wat houdt de clubspecifieke omgeving van Hockeyfood dan in? We geven nu de mogelijkheid om onder je eigen genre verschillende series, seizoenen en afleveringen te maken. Hier zie je dat de verschillende seizoenen zijn opgedeeld in 4 weken. En in elke week zitten verschillende afleveringen. Hoe ziet dit er dan uit aan de achterkant? Aan de achterkant heb je een overzicht van alle series die jullie als club in Hockeyfood hebben gezet. Ik neem je even mee naar de serie SMC Almere die ik net ook op de telefoon heb laten zien. Hier zie je een overzicht van de seizoenen die zijn aangemaakt met de afleveringen die daarin geplaatst zijn. Door de knop voeg seizoen toe maak je een nieuw seizoen aan. Via het plusje dat achter de seizoenen staat kan je heel makkelijk een aflevering uploaden. Naast de content die we kunnen aanpassen in Hockeyfood kunnen we ook een aantal andere dingen aanpassen om de omgeving nog meer clubspecifiek te maken. Een van de dingen zijn de kleurtjes. Je ziet het paarse balkje bekijk, het paarse blokje dat aangeeft in welke week we zitten. En op het moment dat een week gevuld is met trainingen, zie je dat de trainingen ook paars zijn. Al deze kleurtjes kunnen we aanpassen naar jullie eigen clubkleuren. Iets anders dat we aan kunnen passen is de foto die je ziet op het homescherm. Dat noemen wij een pinned item en die kan je aanpassen bij de series. Ook kunnen we een logo toevoegen van jullie club. Deze komt dan onderin de balk te staan. Als laatste hebben we de sponsoren. Jullie hebben de mogelijkheid om een aantal sponsoren toe te voegen die vervolgens in een slider voorbij komen. Dit ziet er vervolgens als volgt uit. Ik heb nu de kleuren aangepast naar de kleuren van de Almeerse Hockeyclub. Onderin zie je het logo van de Almeerse Hockeyclub en je ziet een sponsor voorbij komen. Zijn dit meerdere sponsoren, dan komen deze in een slider, komen die één voor één, komen die langs.